En vanmorgen klonk het nog dat er geen sprake is van belangenvermenging. Een halve dag later heeft hij ontslag genomen als bestuurder bij Optima en bij Land Invest Group, vastgoedontwikkelaar in Antwerpen. Ik heb het over Geert Versnik, Open VLD. Hij staat nu bij Pieter-Jan de Smet. Ja, klopt inderdaad. Geert Versnik staat hier bij mij. Ik ga hem enkele vragen voorleggen. Meneer Versnik, vanwaar nu toch dat plotse ontslag? Nu heeft het debat meegemaakt in de provincieraad en daaruit is gebleken dat ik mij nog wettelijk, nog deontologisch iets te verwijten heb, dat ik niet in de fout ben gegaan. Ook sommige leden van de oppositie geven dat toe. Maar je hebt natuurlijk wel een perceptieprobleem. En dat perceptieprobleem onderken ik. En daarom heb ik begin deze week beslist om al mijn mandaten, waar er potentieel een perceptieprobleem zou kunnen bestaan, om al die mandaten neer te leggen. Bent u ook onder druk gezet vanuit uw partij bijvoorbeeld? Nee, ik ben absoluut niet onder druk gezet. Ik heb die beslissing zelf genomen. Ik heb ze wel meegedeeld aan mijn partij. Laat ons eens even teruggaan naar dat gesprek tussen Optima Bank en de provincie. U heeft dat eigenlijk georganiseerd. Waarom heeft u dat gedaan? Wel nu, de provincie heeft een aantal financiële middelen te beleggen. Ik was bestuurder bij Optima Groep, niet bij Optima Bank, voor alle duidelijkheid. Een groep die op dat ogenblik een activa heeft ten beloop van 32 miljoen euro, die in, over het jaar 2015 388.000 winst aankondigt. Dus dat is eigenlijk een solide partner. Dus ik heb gewoon een introductie gedaan om te zeggen, kijk, misschien zijn daar mogelijkheden om een bepaalde geldsom eventueel te gaan beleggen. U zegt een solide partner. Had u op dat moment totaal geen weet van problemen bij de bank? Nee, wat meer is, op groepsniveau, als we spraken met het management van de bank en als zij ondervraagd werden over de relaties met de Nationale Bank, werd gemeld dat die relaties met de Nationale Bank goed waren. Maar begrijpt u dat dat raar bevonden wordt, dat u zit in die holding boven de bank? Die bank zit al jaren in problemen. U kent uw dossiers toch wel redelijk. Waarom dat u dat niet gezien heeft? Ik herhaal nogmaals, op dat ogenblik is er een actief van meer dan 32 miljoen euro bij die groep. Enerzijds, anderzijds is er een professioneel management aangesteld met een topper, een ex-topper van de KBC als CEO, als CFO. Allee, dat gaf allemaal een zeer degelijke indruk. Nochtans, er is dat gesprek geweest, meneer Verkamer zat daar ook aan tafel. Die zei toen hij dat voorstel hoorde van Optima Bank, ja, dat is niet geloofwaardig. Die interesten die waren veel te hoog. U vond dat blijkbaar geen probleem. Het is een commercieel voorstel dat een bank doet. Een bank die beseft dat ze geen rating heeft. Dus dat ze hoe dan ook een beetje boven de markt zal moeten betalen. Maar als je dit vergelijkt met andere oproepen die men doet, en ik heb er recentelijk nog gezien, waar groepen beroep doen op spaarwezen die 5% geven op een paar jaar, die zelfs 7% geven op langere termijn. Dus eigenlijk waren die bedragen of het voorstel was ook niet exuberant. Ik heb daar eigenaardige dingen over gelezen. Maar nu, exuberant. Ja, u zit daar dan aan tafel. Zit u daar dan om de belangen van de bank, van de groep te verdedigen, of de belangen van de provincie? Dat is moeilijk toch? Ik heb een introductie verzocht. Ik zat zeer duidelijk aan de kant van de provincie. Ik heb de mensen aan elkaar voorgesteld en ik heb me verder niet met het dossier bemoeid. Wat overigens bevestigd wordt door collega Verkamer. Ik heb hem daarachter zelfs geen vraag erover gesteld. Ook niet gevraagd naar welke beslissing of in welke richting het uitging. Er is al dagen grote polemiek, maar u vindt dat u nergens in de fout bent gegaan. Maar nu, ik heb gezegd, er is potentieel een perceptieprobleem. En dat perceptieprobleem. Perceptie, maar in realiteit vindt u dat u nergens in de fout bent gegaan? Uit het debat is gebleken dat ik nog op het vlak van de deontologie, nog op het vlak van de wettelijkheid in de fout ben gegaan. Heel kort, waar is het dan fout gelopen bij Optima Bank? Wel, we hadden gezegd dat we het gingen houden over het probleem provincie Optima Bank. Ik zal me daar ook aan houden, maar ik wil wel hier duidelijk stellen dat het op dit ogenblik niet verstandig zou zijn om daarop in te gaan. Er komt nog een onderzoekscommissie, er is een onderzoek en dergelijke meer. Ik wil daar niet op ingaan, laat me nog kort vragen. Uw relatie met meneer Piqueur, hoe is die vandaag? Is daar nog vertrouwen? Maar
daar moet uiteraard een onderzoek gevoerd worden. En ik ben absoluut de voorstander dat er een grondig onderzoek gebeurt. Hoe is de relatie tussen u en meneer Piqueur? Naar alles wat er gebeurd is in die bank, niet alleen in die bank, maar ook hoe overheden zich daarin opgesteld hebben. Want mijn eerste gedachte gaat nu uit naar 200 mensen die een job verloren hebben en spaarders die mogelijk in de kou zullen staan. Oké, nog heel kort toch een antwoord op die vraag graag. Hoe is de relatie nu tussen u en meneer Piqueur? Wat meneer Piqueur is... altijd een vriend geweest. Ik heb zijn trouw gedaan, ik heb zijn dochter gehuwd. Wat dat betreft is daar geen verandering in gekomen. Alleen zal nu moeten duidelijk blijken hoe verder hoe de zaken werkelijk eraan toe zijn gegaan in de bank. En op basis van de resultaten van het onderzoek zal ook mijn verhouding met meneer Piqueur definiëren. Zo, oké, dank voor uw tijd, meneer. Ja, Kathleen, het dossier zal zeker nog voor heel wat ophef zorgen in politieke kringen. Wordt vervolgd. Dankjewel, Pieter-Jan de Smet.